Take your marks. Programma nummer 11 dus in baan 1 voor Hellas Klana, Ian Sanders. Baan 2 voor Verhales, Martijn Velders. Baan 3 voor Hieronymus, Bas de Bruin. Baan 4 voor VZC, Tom Delmo. Baan 5 voor ZPC Hogeveen, Erwin Heinsius. Baan 7 voor de zwemsport Parkstad, de Kas Lauwarts. Baan 7 voor Nune, Ruud van Heerbeek. En op baan 8 voor HZMPC Heerenveen, Daan Zwerbroek. De leiding in handen van Daan Zwerbroek in baan nummer 8. Van de buitenbaan heren aan de leiding. Tom Delmo in tweede positie, derde positie voor Erwin Heinsius. Naar de muur voor de finish. Daan Zwerbroek op 150 meter in tweede positie. Was 18e langzamer dan Tom Delmo. Zo komt het veld in de laatste 15 meter wat dichter bij elkaar te liggen. Dus in baan 4 Delmo de leiding. Kijk naar Bas de Bruin in baan nummer 3. Komt dichterbij. Ook de laatste sterke slagen van Erwin Heinsius in baan nummer 5. En dan komt het op aan tikken. De zwemmer in baan nummer 3, Bas de Bruin. Hij tikt aan als eerste in 2:26.00. Tweede tijd van Tom Delmo, 2:26.46. En de derde tijd is er voor Daan Zwerbroek, 2:27.02. Gaan we naar de officiële uitslag, die ziet u hier in beeld. De winnaar van deze meefinale, Bas de Bruin. Dan mogen de heren het water verlaten. We zijn aan het einde gekomen van het B-finale programma van deze middag. Van deze eerste finale sessie op het Nederlandse kampioenschappen 2018. Hier in Amarena Amersfoort. De officials gaan plaatsmaken voor het ceremonieplatform. Dat hier netjes in het midden opgesteld gaat worden.